Wie komt er hier zaterdag? Sinterklaas. Heb je er zin in? Ja. Waarom? Daarom. Maassluis, waar mensen nog op klompen lopen, maakt zich op voor de intocht van de stokoude Goedheiligman en zijn knechten. Maar het stadje wordt ook belegerd door ME en politie. En dat tijdens een kinderfeestje. Is dat niet voor de gekken dan? Nou ja, laten we het vanuit de kinderen redeneren. Het is ook wel heel erg jammer dat er blijkbaar zoveel volwassen mensen op de been gebracht moeten worden op die zaterdag om het voor die kinderen leuk te houden. Vindt u ervan dat er hier zoveel mensen naartoe komen die het willen demonstreren tijdens een kinderfeest? Dat vind ik erg. Dat is toch zo? Het is toch een kinderfeest van hier, hè? Dat mag toch niet gebeuren? Die traditie, die mag gewoon in stand blijven houden. Ze moeten niet de oren naar die klooster laten hangen, dat moeten ze niet doen. Als we daar nou naar gaan luisteren, dan kunnen ze straks van alles gaan eisen. Wij luisteren wel. We moeten niet te veel luisteren. Maakt dat u boos? Ja. Waar ik erg boos over ben, is dat er een groep mensen zijn die willen demonstreren. Daar hebben ze de gelegenheid voor gehad, ze hebben zich niet aangemeld. Dus dat betekent dat ze komen om rots uit te schoppen. En dat de burgemeester daar geen afdoende maatregelen tegen heeft. Wat voor veiligheidsmaatregelen heeft u dan achteraf? Ja, wij staan dagelijks in contact met de politie. We hebben alle scenario's doorgenomen, dus we zijn overal voorbereid. Ik krijg net bericht van het legioen van Feyenoord. En die willen de kindertjes en Sinterklaas en Zwarte Piet gaan beschermen. Al die demonstranten gevonden de reet geven. Weg ermee met die land. Allemaal weg. En de kinderen vooraan laten staan. Tuurlijk, toch een kinderfeest. Dat we er niet aan toe moeten geven. Volgens voor kwaad gaat het nog erger. Ja, de plaatselijke bakker. Hoe lang bent u er al mee bezig? Eigenlijk al weken. De voorbereidingen weet ik het allemaal niet, ja. Wat vindt u er dan van dat er ook allerlei mensen hier naartoe komen om politieke standpunten over Zwarte Piet duidelijk te maken? Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ja, dat moeten ze zelf weten. Ik bedoel, ja, wat moet je er aan doen? Ja, mijn schoonzus woont hier, twee kleinkinderen. Of twee kinderen. En die zijn wel angstig om rond te lopen hier eigenlijk. Ja, die durven de kindjes niet meer te sminken? Nou, niet te sminken, nee. Maar ook gewoon angstig dat er iets gebeurt met de demonstraties en zo. Mensen die zeggen, ik ga naar een andere stad of dorp. Is dat erg? Dat is natuurlijk erg. Ja, laten we het daar ophouden. Dat is erg, ja. En je zou een mijter op kunnen zetten, ja, en die mensen flink kunnen aanspreken. Ik had liever de zak en de roem meegenomen.